Yes. Goedenavond, nog een keer dan. Goedenavond, welkom hier. En als je hier bent, zeg dan zeker even hallo in de chat, zodat we weten dat jullie er zijn en wie er is. Dankjewel, Bieke. We gingen ervan uit dat jullie allemaal excellente liplezers zijn. Ja, helemaal in het begin waren we nog even aan het spreken, zonder geluid. Yes. Dus laat je stem horen. Voor de mensen die er voor de eerste keer bij zijn, zullen we een kleine introductie geven van onszelf. En dan gaan we verder met de 5 stappen van kwantumdenken. En heel leuk om jullie weer in grote getale aanwezig te zien. Dus we hebben er super veel zin in. Ja, ik krijg een big smile op mijn gezicht. Dat is natuurlijk niet te verbergen voor deze camera. Juliette, leuk dat je er weer bij bent. En ja. Zo zal het nog wel een tijdje doorgaan. Wij gaan ons nu concentreren op het webinar. Brioni, wie ben jij? Ja, wie ben ik? Dat is de vraag. En als ik uitleg wie ik ben, ben ik dat dan werkelijk wel. Ja, dus wie denk je dat je bent? Ja. Een stukje van mij is, ik heb een achtergrond in het onderwijs en in economie. Ik heb economie gestudeerd aan de universiteit en daarna heb ik gestart in zelfstandige, of ZZP'er zoals je het hier zou kunnen noemen in Nederland, begeleid met opstarten van een zaak. En daarnaast voelde ik altijd een voorliefde voor de jeugd. En dan vooral, hoe kun je hun zo stimuleren dat ze ja, die kernkwaliteiten en dat artistieke in zichzelf nog en die passie nog warm houden en niet in een soort van gevoel, ja, afvlakking en gaan zoals je merkt dat heel veel gebeurt in het dagelijks leven en ook in het onderwijs, dat kinderen geen zin meer in hebben, leerkrachten geen zin meer in hebben, dat je niet weet waarom dat je leeft, dat je ja, alles lijkt zowat vlak te worden. Dus dan heb ik me, ik merkte toen ik ondernemers aan het begeleiden was, dat die heel wat kwaliteiten misten. En dan vooral naar creativiteit, flexibiliteit, out of the box denken, intuïtief werken. En daarom dacht ik van, ik moet met kinderen beginnen. En dan heb ik heel wat pakketten en productontwikkeling gedaan voor jonge kinderen en voor leerkrachten en ouders. Heb ik daarna events opgezet om ze een experience te geven in een nieuwe manier van met elkaar omgaan, een nieuwe manier van opvoeden. Heb ik daarna school opgericht, ben 5 jaar directeur geweest van deze school. Een holistisch school waar we op een muzische manier, dus met heel veel artistieke vakken, geïntegreerde lesgaven. En daarna heb ik een Business Academy opgericht en daar heb ik ondernemers geleerd om te kwantumdenken, dus op een heel nieuwe en vernieuwende manier naar zichzelf te kijken, naar het leven te kijken en datgene wat je als kern in jou draagt, om die op de snelst mogelijke manier te realiseren en neer te zetten. Zo, dat is de korte inhoud. En dan ben ik in deze laatste reis Paul tegengekomen. Zeker. En daar zijn we nu een heel groot project mee samen aan het opzetten om die vernieuwing maatschappelijk overal te introduceren in elke mogelijke organisatie op elk niveau. Internationaal. Dus toen wij nog liplezend waren, zeiden we ook, we hebben net het webinar gehouden voor onze internationale klanten en netwerkmensen. En nu dan voor de mensen in Nederland. En België. En België, de Nederlandstaligen, en natuurlijk Suriname, Curaçao, allemaal hallo hallo. Want ook ons Surinaamse netwerk wordt steeds groter. Ja. En dan zullen jullie straks ook wel zien hoe dat komt. Ja. Introductie van mezelf, Lambda Universiteit Wageningen, vandaar direct het bedrijfsleven ingegaan. Ik hield namelijk van de praktische toepassing en ik hou nog steeds van de praktische toepassing van wetenschap. Rode draad in mijn lijf is het tot ontwikkeling laten komen van potentieel. Tastbaar resultaat wat betekenisvol is. Hier zie je een slide met een aantal bedrijven waar ik de afgelopen jaren intensief mee samengewerkt heb. Ik doe bijvoorbeeld veel voor de BAAK trainingen.
Ook het bedrijf Shire, waar ik in de laatste 10 jaar algemeen directeur was. Een bedrijf gespecialiseerd in zeldzame ziekten. Heb ik eigenlijk heel erg mooi mogen leren hoe ik mijn talenten, mijn kwaliteiten kon verbinden met datgene waar anderen dan ook weer afhankelijk waren van de inzet van die kwaliteiten. En dan moet je denken aan, ik was in die periode zelf net vader geworden van onze oudste zoon Jelle. En ik kon dus voelen vanuit mijn vaderhart hoe belangrijk het is dat je kind gezond is. En er zijn in Nederland en ook in andere landen natuurlijk, zijn er kinderen die geboren worden met een zeldzame ziekte. En daar heb ik heel veel mooie dingen voor mogen doen, maar ook continu de afweging moeten maken. Wat kun je nou doen op zo'n manier, in samenwerking met het ministerie, in samenwerking met de universitaire ziekenhuizen die daar gespecialiseerd in zijn, in samenwerking met mijn bedrijf, in samenwerking met patiëntenverenigingen, in samenwerking met overheidsorganen, denk aan het College voor Zorgverzekeringen, om precies datgene te doen wat voor die mensen die te maken hebben met zo'n kind met zeldzame ziekte ook werkelijk een verschil gaat maken, dat van betekenis is. Nou, dat ervaren hebbend heb ik eigenlijk doorgezet toen ik mijn bedrijf startte. Eén bedrijf, een non-for-profit organisatie, waarbij we een hele bijzondere methode hebben ontwikkeld voor de behandeling van hardnekkige alcoholverslaving. Dat was baanbrekend, geaccepteerd en geïntroduceerd in een aantal landen. En de andere bedrijf richt zich nog steeds op het tot ontwikkeling komen van jouw natuurlijke kwaliteiten. Dat is iets waar heel veel bedrijven zich mee bezighouden, maar de manier waarop ik dat doe is eigenlijk zo anders dan wat veel andere bedrijven doen, dat het al snel op ging vallen bij bijvoorbeeld partijen als De Baak, maar ook Rabobank en een aantal andere organisaties, KLM, vonden het zo baanbrekend en zo snel leidend tot duurzame verandering en betekenisvolle verandering van de mensen die die trajecten en de teams die die trajecten doorliepen. Dat mij ook uitgenodigd heeft om ook weer groter te denken in de zin van hoe kan ik zorgen dat deze methodieken, deze parels die van betekenis zijn, nog veel meer mensen gaan bereiken. Nou, en dat is ook mijn stap geweest naar het kwantumdenken, waar ik al lange tijd in geïnteresseerd ben. En dat te combineren met eigenlijk psychologische factoren. En dan komt ook al snel, wat houdt jou nu soms in jouw rationaliteit en in je reële denken af van versneld groeien, versneld leren, versneld out of comfort gaan, maar wel op zo'n manier, hè, dat je op een betrouwbare manier eigenlijk tot resultaten komt die betekenisvol zijn voor jou. Want daar gaat het in eerste instantie om. Je moet en je mag dingen doen die betekenisvol zijn voor jou. Ja, mooi samengevat. En vorige keer hebben we het gehad over burn-out en dan vooral dat er best wel een hoog percentage burn-out is in onze maatschappij. Dat 1 op 6 werknemers daar last van hebben. Of 1 op 6 mensen, misschien moet je gewoon het algemeen zeggen. In plaats van over werknemers spreken, want op dit moment, ja, of jij een ondernemer bent, werknemer of leerkracht of thuis bent en je inzet. Het is iets waar heel wat mensen mee te kampen hebben en wat eigenlijk wijst dat we iets wat binnenin ons zit, dat het niet aan het branden is. Letterlijk is het vuur uit je. Ja, we zijn op zoek terug naar waarvoor gaan we echt, worden we echt helemaal wild. En als we er niet wild van worden, dan geeft het niet echt op, want dan ben je echt een zware, dan is je leven precies een zware steen die je vooruit moet heffen. En we hebben een kleine berekening gemaakt dat de kosten voor een organisatie om iemand te hebben die in burn-out zit, zijn echt ontzettend hoog. Ja. En als je 2,2 keer de loonsom van iemand en met een gemiddeld salaris van 60.000 euro. Zit je dan op 133.000 euro per werknemer met een burn-out. En zelfs als je verzekerd bent, kost je dat nog steeds als werkgever 77.000 euro. Laat staan wat die persoon zelf en zijn familie of gezin ervaart op het moment dat je in een burn-out zit. Ja. En die gaan we eventjes heel snel doorheen, want dan moet je ons webinar van de vorige keer bekijken. Maar, kan je gewoon zien? Ja. kun je naar de replay kijken. In elk geval, wat je aandacht geeft, groeit. Dus we gaan het hier niet hebben
met heel veel aandacht naar wat is burn-out en wat zijn uw symptomen? Of waar lopen mensen tegenaan en wat gebeurt er als je vastloopt? Burn-out is misschien een groot verhaal, maar ja, je hebt gewoon momenten dat je gewoon vastloopt in je leven of in je job of in je business. En hoe kun je dat dan aanpakken? Ja, je zou kunnen zeggen, als jij dus onvoldoende verbonden bent en ook onvoldoende tijd besteedt aan datgene wat jouw energie geeft, waar je hart sneller van gaat kloppen, waar jij jouw dromen hebt. Hè, sterker nog, als je zo hard bezig bent aan het werk, dan zeggen heel veel mensen ook, ik heb helemaal geen tijd om na te denken over mijn droom. Dus dan besteed je dus ook geen aandacht aan datgene wat belangrijk is en waar je over droomt. En dan kan zoiets ook nooit groeien. Ja, dan ben je iets te lang de aap die probeert te zwemmen of de vis die probeert te klimmen in de boom. He, dus dan zit je te lang in een situatie die jou niet van nature heel gemakkelijk in flow brengt en jou eigenlijk niet direct vanuit je passie stroomt. En dan is het gewoon heel belangrijk om eventjes te gaan herbekijken in jezelf van hoe kan ik dat wel terug gaan vinden en waar zit dan dat burning desire waar we het de vorige keer over hadden. Ik vind nog altijd een prachtige foto. Marionie kan heel mooi zingen, maar in mij zingt nu het lied Burning Heart. Ja. Dat is een Brionie om dat op 14 maart dan misschien maar te gehoord ja, te krijgen. Ja. 14 maart gaan we zeker een hele mooie experience doen. Nee. Nu, we gaan jullie op het einde van dit webinar ook een aanbod doen voor een event die georganiseerd wordt. En waar je eigenlijk een volledige ervaring van dat kwantumdenken tot in elke cel kan gaan ontdekken en ervaren. Maar dat komt. Eerst hebben we 5 heel concrete stappen om meer te bereiken met minder doen. Dus ja, daarvoor hebben we het allemaal gehad van meer doen. Waar heeft dat precies mee te maken? Dat heeft natuurlijk te maken dat je vanuit een bepaalde wilskracht iets wil bereiken en je denkt dat je er heel hard moet voor werken. En dat is gewoon zwaar. Je ziet ook die foto met het ego die op jou drukt. Ja, dat is heel lastig. Maar de vraag is, waar vind je dan die passie, die diepere droom in jezelf? Waar moet je die gaan zoeken? En soms is het heel goed om die te zoeken bij mensen die jou raken. En raken in de zin van mensen die je bewondert, of mensen die jou misschien ook verschrikkelijk irriteren. Omdat zowel mensen die je enorm bewondert, waar je misschien zelfs jaloers van bent, als mensen die jou irriteren, die maken gewoon iets wakker in jou. Iets wakker in jou wat mag gezien worden, wat aan het licht mag, waar licht mag op schijnen. En die maken iets van de droom wakker in jou. Ja. En even iets van huishoudelijke aard. We zien af en toe ook vragen nu voorbij komen. Er is een heel groot aantal mensen wat zich ingeschreven heeft over de 300. Dus dat betekent dat we niet alle vragen in dit webinar kunnen beantwoorden, maar we zullen zo goed mogelijk ook opvolging geven aan je vragen. Hier is in ieder geval een makkelijke vraag die ik graag al even beantwoord. Leuk, Gerry, dat je ook weer van de partij bent. Ik was vanavond nog bij mijn paard. Dan moet ik vaak aan jou denken, dus leuk. En Gerry vraagt, helpen jullie ook mensen hiermee? Dus niet alleen praten erover, maar ook daadwerkelijk het in praktijk brengen. Nou, het antwoord is natuurlijk ja. Want dat is zo ontzettend belangrijk dat niet alleen maar we hebben massa's boeken, we hebben massa's filmpjes die beschikbaar zijn waarover je kunt snappen over wat je er allemaal mee kan. Maar het gaat er natuurlijk veel belangrijker om dat je het ook werkelijk gaat ervaren. Want op het moment dat je het ervaart, dan merk je dat het echt is en echt werkt voor jou. En dat motiveert om er nog meer van te willen. Nou, één element wat ook hier in het plaatje staat, is dat het begrip wat wij kennen als ego, en dat is op zichzelf al een begrip wat misschien wel wat meer uitleg vraagt, dat ego heel zwaar kan drukken op de overtuiging dat wij alleen maar kunnen bereiken wat we aan het proberen te bereiken zijn door hard te werken. He, dus ego die zegt vaak van ja, maar ik moet toch ook geld verdienen en ja, maar ik heb ook een hypotheek en er moet zoveel per maand binnenkomen en ja, het kan niet allemaal leuk zijn wat ik doe. Dat zijn allemaal een soort van noem het graag little lies, dus kleine leugentjes van het ego.
waardoor het ego zichzelf in stand kan houden. Waardoor het ego eigenlijk voor elkaar krijgt dat je blijft doen wat je altijd deed. En Einstein zei dat zo mooi, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dus op het moment dat je, en dat is een van de tips die we nu in stap 1 ook geven, op het moment dat jij dus iets anders wil, dat je meer omzet wil, meer winst wil, meer tijd wil voor jezelf, meer kwaliteit wil voor jezelf, dan zul je iets moeten doorbreken. Dan zul je de patronen van wat voor jou zo logisch lijkt en wat voor jou natuurlijk de beste manier lijkt, die zul je moeten doorbreken. En dat doorbreek je alleen maar door bijvoorbeeld helder te hebben waar je dan naartoe zou willen. Hè, als jij niet helder hebt dat jij in de zomer met vakantie wil, dan zul je ook geen moeite nemen en tijd investeren om iets te zoeken waar dan je naartoe zult kunnen gaan. Eigenlijk werkt het hier precies hetzelfde. Dus je droom, hè, dat hoeft helemaal niet te zijn dat het iets is wat een soort van onbereikbaar lijkt, integendeel. Hè. Heel veel mensen denken van, nou, wat is nou dé droom? Nee, denk gewoon aan iets waar je hart sneller van gaat kloppen, wat je nu nog niet hebt. En waar je moeite in wil steken, tijd, aandacht wil geven om daar naartoe te komen. En dat kan ook zijn een promotie of dat kan zijn nog meer ontdekken van jezelf. Misschien kan ik tussendoor ook de mensen die aan het luisteren zijn een oefening geven. Dus als je het aandurft om in de chat te vertellen wie jij bewondert en misschien ook welke kwaliteit volgens jou dat daarin verborgen zit, die jij nog wat meer in jezelf zou kunnen ontwikkelen of toelaten, of die jou een bepaalde kwaliteit in jezelf spiegelt, mag je die gerust in de chat zetten. En wil je het niet in de chat zetten, dan mag je het gewoon op een papier schrijven. Dan kun je er zelf mee aan de slag ter herinnering. En dan is de opdracht, zet dus 3 mensen op papier die jij bewondert. En licht ook toe voor jezelf waarom of wat maakt dat je die bewondert. En schrijf eens 3 mensen op papier die je misschien wel verafschuwt. Of waar je je aan irriteert of waar je boos over wordt. En dan is 1 aspect wat ook bij deze slide van belang is. Is we hebben het over toekomst. Hè? We hebben het over een droom, iets wat je nog niet bereikt hebt. Maar het bewonderen van iemand gaat over iets in jouzelf wat al in jou is. Alleen je ziet het in de ander weerspiegeld. En je ziet iets bij die ander wat jij heel leuk vindt of wat heel prettig voor jou is. En de kunst is dan om vervolgens bij jezelf te gaan kijken van wat, en je hebt daar een mooi voorbeeld van, hè, Brioni. Wat in mij is er voor nodig om daar meer mee in verbinding te staan met die kwaliteit die ik zo bewonder in de ander. Andersom geldt die ook, dus daar waar je irriteert. Wat in mij mag nog op een andere manier plek krijgen, zodat ik me niet meer zo irriteer aan die persoon. Zodat ik eigenlijk gewoon neutraal word en dat het me niet zoveel uitmaakt. En dat heeft te maken met hoe verbonden ben je met jouzelf. En hoeveel laat jij je afleiden door datgene wat er in je omgeving gebeurt. Ik kan een concreet voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld heel geïrriteerd wordt door iemand die de hele tijd aan het praten is en alle aandacht naar zich toetrekt en heel veel plaatsen neemt. En als dat jou heel erg frustreert, dan kan het zijn dat jij iets te doen hebt met jezelf meer te laten horen. Of wie je werkelijk bent van binnen meer te laten horen. Het zou kunnen zijn dat jij ook soms heel veel praat, maar soms ook niet altijd helemaal verbonden praat, geconnecteerd praat. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Het is niet dat er altijd 1 antwoord is op een bepaalde, op iets dat jou raakt of iets dat je ervaart. Maar meestal vertelt het wel iets dat je iets over jou. Op de ene of andere manier. Ja, en je ego wil je heel erg graag laten geloven dat het over de ander gaat. Namelijk, ja, nee, wat hij kan, dat kan ik niet. Of, nee, wat hij doet, dat kan echt niet. He, dus daar word ik boos over, dat frustreert me. He, dat vele praten, ja, als hij daar nou eens mee stopt, heb ik er minder last van. Oké? Okay? Yes. Dan gaan we naar stap 2. En stap 2 is dat je me-time neemt voor je dromen. En me-time kennen we wel, hè? Tijd voor jezelf. Maar het is een me-time hier voor je dromen betekent dat je werkelijk gaat opschrijven wat volgens jou, waar jij naartoe wilt gaan, dat je dat op een of andere manier tot expressie brengt. Je kunt ofwel opschrijven, je kunt er een gedicht over schrijven, een lied over schrijven, je kunt er een tekening, een schilderij van maken. Maar in elk geval dat je
in die energie van wat jij in de toekomst zou willen realiseren, dat je daar al mee gaat spelen. Net zoals een kind eigenlijk aan het spelen is en in zijn fantasie eigenlijk al een hele wereld rondom zich schept. En ook dat verbeeldingskracht is iets supersterk bij de mens. En dat is bijna je basiskracht, als het ware, zou je kunnen zeggen, samen met je ademhaling. Dus als jij tijd neemt, enerzijds om in een ontspannen situatie, hè, die ademhaling zorgt daar ook voor, om tijd voor jezelf te nemen, voor jouw dromen te nemen, dan geef je dat energie en alles wat je energie geeft, ja, dat groeit. Ja, en dat is dus vaak ook tegenstrijdig aan wat ons ego, dus ons normale soort van reële, rationele denken ons voorschotelt. Dat is dat, ja, als je tijd neemt voor jezelf, of tijd neemt om gewoon eens, ja, tijd te nemen voor het bedenken van leuke dingen, of tijd nemen voor je droom, dat eigenlijk verspilde tijd is. Dus ons ego wil ons heel graag laten geloven dat we veel beter bezig kunnen zijn met ramen wassen, met autopoetsen, met opruimen in huis, met Duizenden taken, maar een opdracht die zo belangrijk is voor de baas. In plaats van dat je zegt, zo, nou ga ik eens met mijn voeten op tafel en ik ga eens heerlijk voelen hoe het is als ik verbonden ben met datgene wat ik het allerliefste wil. Natuurlijk is het dan ook ergens van belang dat je een aantal concrete stappen verbindt. Dus het is niet zo dat je alleen maar op die stoel hoeft te zitten en in het zonnetje en niks hoeft te doen. Maar het verbinden met die energie, het verbinden met alsof je daar al, ja, gevoel en ervaring mee hebt, maakt dat in de buitenwereld, hè, want dat is wat een deel van de kwantumfysica manifesteert, is dat het in de buitenwereld soms ook aan je toe valt. Dus met andere woorden, op het moment dat jij helder hebt wat jij wil, wat voor jou het versnellen van je hartslag geeft, dan gaan die dingen vaak ook zonder dat je daar een bellijstje voor hoeft te hanteren of een to-do-lijstje, ook op je pad komen. Ja, heel mooi. Dan komen we bij een hele belangrijke derde stap. En die heeft daar ook wel een stukje mee te maken. Is dat je mensen om je heen verzamelt die jou uitdagen, die jou versterken en die jou helpen om te versnellen. En dat is ook waarom dat we deze events organiseren. Het Quantum Shift Event dat 14 maart zal doorgaan, zaterdag 14 maart. Is omdat het zo belangrijk is dat je mensen hebt die like-minded zijn. En dat creëert een soort van elektromagnetisch veld. En het heeft niet alleen te maken met dus wat je dan werkelijk met elkaar doet, maar gewoon het samen zijn. En of dat je dan online samen bent. Hè? Want sommige mensen gaan het via livestream volgen. Anderen kunnen er live bij zijn. Je keert samen een bepaald veld waardoor je enorm gaat versnellen. Ik heb daarvoor een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik heb het laatste jaar enorm veel gereisd, heel veel ontzettend veel interessante internationale contacten opgedaan. En ik voel dat veld met die mensen zich aan het zetten is en het creëren is. Met sommigen ben ik op dit moment nog op vriendschapsvlak vooral in contact. Met anderen ben ik al concreet aan het samenwerken en is het al concreet. Maar ik voel dat het bij al die mensen, dat het een reden is waarom ze rondom mij zijn, al is het op afstand. En dat we samen een veld aan het opbouwen zijn of deel uitmaken van een groter veld. En dat op termijn dan wel helder wordt wat precies ieder zijn plek is en hoe ze de mensen zich van elkaar verhouden. Dus je komt altijd bij een bepaalde, je zou het kunnen zeggen, een tribe of een familie terecht. En dat is niet voor niks. En daarom is het belangrijk en is een familie van mensen die jou werkelijk upliften. En iedereen die naar onze events komt natuurlijk, ja, die hebben gewoon die kwaliteit, anders zou ze al niet komen. Dus als je zegt van, ja, ik heb nood aan zo'n familiegevoel en ik wil echt mensen rondom mij die mij versterken en mij een stapje verder brengen, dan is het gewoon heel belangrijk om mee daar onderdeel van uit te maken. Ja, je kunt het ook een beetje vergelijken met twee vergelijkingen die ik maak. Als je een heel goed gesprek hebt met iemand, iemand waarvan je het gevoel hebt dat hij jou verstaat en iemand die jij ook verstaat, dan geeft dat een soort van
letterlijk een verhoging van je energie. Je komt werkelijk opgeladen uit zo'n gesprek. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een gesprek waar je heel een soort van energie draining, hè? Dus je verliest energie, je hebt het gevoel dat de ander je niet snapt, je probeert het nog eens uit te leggen, dan gaat de ander nog met argumenten en tegenargumenten er tegenin. En dat zijn van die energielekkende gesprekken. Nou, in zo'n community, en dat hebben we ook gehoord van de mensen die deel worden van de groep, is dat ze zeggen, heel vaak zeggen van, ja, ik heb op sommige momenten bijzondere dingen in mijn leven ervaren. Soms weet ik dingen over kwantum, ja, die best ver gaan. Maar als ik daar in mijn omgeving over praat, dan haken mensen heel snel af. Omdat het, ja, zeg maar, door hun niet zo gekend wordt op die manier. En dan voelen die mensen zich vaak ontzettend op hun plek. Ze gebruiken letterlijk het woord thuiskomen. Omdat hier de groep inspirerend is. Mensen kunnen ze vaak nog wat meer vertellen of aanwijzingen geven of ervaringen delen. En ook het delen van ervaringen met elkaar. Dus als één iemand een succes heeft, dan voelt dat ook als een succes van de groep. Dus dat is een hele mooie stimulans om in plaats van dat mensen zeggen, ja, dat kan niet, of wat ben jij nou aan het doen? Of dat je ook echt bewust een groep kiest van mensen die zorgen dat jij nog meer uit jezelf haalt. Dat jij nog meer erkenning krijgt voor datgene waar jij in gelooft en waar je soms ook wel een steuntje in je rug nodig hebt. Ja. En dat brengt ons bij de volgende stap. Ja, nou, ik geef nog even een tweede voorbeeld. En dan kom ik nog even terug op iets wat ik in de chat lees. Het tweede voorbeeld is muziekinstrument, een gitaar. Vergelijk het met een gitaar met allemaal verschillende snaren. Nou hebben we 2 E-snaren op een gitaar voor de mensen die er verstand van hebben. Maar de rest zijn allemaal andere snaren. En als iedere snaar goed gespannen is en de juiste frequentie heeft, de juiste trilling, dan zullen die snaren samen met elkaar tot hele mooie liederen in staat zijn, hè, die ons oor ook werkelijk strelen. Op het moment dat daar snaren tussen zitten, stel dat er 1 snaar heel goed gestemd is, stel dat jij dat bent, en de rest van de snaren is vals gestemd, ja, dan kun jij nog zo mooi klinken, maar dan wordt eigenlijk jouw mooie geluid, hè, jouw stemklank, wordt ontzettend vertroebeld door de valsheid van alles wat er omheen zit. Nou, in het ene geval, in het geval dat alle snaren goed gestemd zijn, hè, dan breng je daar de meest mooie liederen ten gehore vanuit dat instrument. En zijn de snaren om je heen, zeg maar, wat minder goed gestemd en ben jij de enige die, ja, zuiver gestemd is, dan haalt jou dat naar beneden. Dus zorg dat je je omgeeft met mensen die jou upliften, die zorgen dat jij nog weer verder komt dan waar je nu al bent. Ja, heel mooi. Een lied. Ja, en nog en een lied, precies. En, dan we toch, komen we toch weer bij Brioni. Even iets in de chat. Gerry zegt meer zelfvertrouwen, een netwerk van energie. Klopt inderdaad, positieve energie. En natuurlijk kun je ook leren van mensen die zeggen van ik geloof er helemaal niks van. Omdat je dan namelijk uitgedaagd wordt om te kijken van geloof ik mezelf wel? En als jij jezelf gelooft, dan maakt het niet zoveel uit of iemand anders zegt van, nou, ik geloof er niks van, want dan kun je die gewoon laten. Dan denk ik, joh, ik hoef jou niet te overtuigen. Jij mag geloven wat je gelooft. En ik geloof, en ik ben heel erg verbonden met datgene wat ik geloof. En overigens, hè, geloof, dat is een beetje een beladen begrip. Het gaat er meer om dat je jouw waarheid spreekt. Dus datgene wat voor jou klopt. Yes. Komt eindelijk die volgende slide. Dus, ja, stap 4 om minder te doen en meer te bereiken tegelijkertijd, is het basisprincipe van kwantumdenken, is dat je gaat voorstellen wie jij werkelijk wil zijn. En dat heeft alles te maken met, tuurlijk heb je een droom en wil je dat bepaalde zaken zich realiseren. Alleen die zaken, die context rondom jou, de omstandigheden, die hangen samen met wie jij bent. En afhankelijk wat jij gaat resoneren, wat jij resoneert heeft te maken met hoe mensen op jou zullen reageren. Als jij meer zelfvertrouwen voelt, dan gaan mensen op een andere manier met jou spreken en op jou reageren en jou mogelijkheden geven, dan als jij heel bang bent, een stukje vanuit, ja, je macht, heel klein maakt. Ja, ja. Of heel groot maakt, of heel klein maakt. Ja, daar gaan mensen anders op reageren. En dat is natuurlijk heel normaal. Dus in die zin gaat het in eerste instantie over jij
als persoon, wie moet jij worden om die toekomstige situatie die jij wenst te realiseren? En als jij al die persoon bent, los van de omstandigheden, dat dat van binnen al kracht heeft gekregen, overtuigingskracht en stevigheid, dan kan het niet anders dat je dan uiteindelijk die omstandigheden rondom jou gaat creëren. Of je gaat resoneren met nieuwe omstandigheden. En je gaat niet meer resoneren met de oude omstandigheden. Zo kan het zijn als jij sterk met jouw toekomstige zelf aan de slag gaat, dat je op een bepaald moment ook andere vriendschappen gaat aantrekken. Je zou het kunnen noemen aantrekken. Ja, eigenlijk is het zelfs niet aantrekken. Je gaat gewoon resoneren met nieuwe mensen. En die gaan vanzelf in jouw leven komen. En dus, daar hebben we speciale technieken voor, die we natuurlijk ook op die event doen en ook tijdens onze trainingen, waarbij dat je stap voor stap heel snel leert om in een toekomstige zelf van jezelf te gaan staan. Want het is niet iets van, ik ga het gewoon in mijn hoofd voorstellen en dan is het er. Ja, zo werkt het niet. Want ja, dan alles wat we in ons hoofd zouden dan opkomen, zou zich onmiddellijk manifesteren. En zo is het niet, omdat je... Ja, jouw gedachten die jij denkt zijn maar een heel klein stukje van jouw bewustzijn. En daarnaast zit er een heel groot deel dat onderbewust is. Een heleboel elementen die ja, onbewust, geautomatiseerd zichzelf ja, in het leven roepen. En daarom is het daarom heb je specifieke technieken die werken ook echt met dat helemaal naar het onderbewustzijn te brengen. Helemaal in het gevoel te brengen, telkens weer opnieuw. En daarom heb je ook die stap 3 nodig. Die mensen rondom jou, die daar ook mee bezig zijn. Want dat versterkt jou en dat geeft je moed om ook zelf die stappen te zetten en verder door te gaan in die toekomstige zelf te ervaren. Ja, een van de dingen waar gebruik van gemaakt wordt, is wat in de topsport ook gedaan wordt, is dat ons voorstellingsvermogen kan geen onderscheid maken tussen of iets werkelijk gebeurt, of dat als je met je ogen dicht het je voorstelt, het op die manier laat verschijnen. Dus de werking die het heeft in je brein, hè, dat noemen ze met een mooi woord firing en wiring, hè, dus hoe doordat er steeds dingetjes in je neuronen afgevuurd worden, ontstaat er een soort van spier. Hè? Zie het maar letterlijk als naar de sportschool gaan. En hoe vaker je dat doet, hoe krachtiger het veld wordt waarmee die associatie van jou ook letterlijk een trillingsfrequentie geeft, een energie geeft, die maakt dat het zich ook makkelijker kan manifesteren. Nou, en dan is heel belangrijk, dat wat jullie net heel mooi adresseert, dat je het niet alleen maar verzint vanuit je hoofd, hè? Dat noem ik de fantasy. Je hebt een verschil tussen imagination, het je kunnen voorstellen, en fantasy, het fantaseren over, het nog mooier maken dan ja, eigenlijk misschien wel vanuit een soort angst dat het niet mooi genoeg is of niet idealistisch genoeg is. Nou, en dat wordt veroorzaakt vanuit je ego. Dus alles wat je verzint, hè, wat niet een voorstellingsvermogen moet zeggen, wat je verzint uit angst in een diepere laag, dat er bijvoorbeeld niet genoeg geld is. Dus mensen die zeggen van, joh, ik stel me voor dat ik miljonair ben. En dan ga ik me voorstellen dat ik miljonair ben en dat ik overal geld uit kan geven. Maar als dat voortkomt uit de angst dat je niet genoeg geld hebt, dan zal de angst voor het niet genoeg geld hebben een belangrijkere rol spelen in de energetische werking. En dus ook waarheid worden, dat je constant in het cirkeltje zit, dat die angst bewaarheid wordt. Het is dus heel belangrijk om in die onderlagen te zorgen dat die sabotagemechanismes geneutraliseerd worden. Nou, daar hebben we speciale technieken voor. En op het moment dat je die neutraliseert, dan werken andere methodieken zoals het imagination of de journeys, hè, waar Brioni een hele mooie rol in speelt, of visualisatietechnieken, of intentie zetten, of positieve affirmaties of een moodboard, die werken allemaal versnellend. Maar dan wel op een fundament wat echt een zuiver fundament is. En dat is heel belangrijk in deze stap. Want anders krijg je mensen die zeggen, god man, ik affirmeer me helemaal suf. Anders krijg je stap 5. Nou, sowieso nou, krijg je stap 5. Dat gaat sowieso komen. Maar die zeggen van, joh, ik affirmeer me helemaal suf. Hè? Positieve affirmatie van, ik kan het, ik wil het, ik doe het. En er gebeurt maar niks. Nee, als er onderliggend elementen zijn die saboterend werken op dat je het werkelijk gelooft, dan kan het ook niet manifesteren. Dus dat is belangrijk dat je die opruimt. Ja.
En dat is ook heel belangrijk, het opruimen is ook heel belangrijk voor stap 5. Ja, daar schrijft Peter ook iets over. Om mijn doelen te bereiken heb ik nu meer blokkades, merk ik ook. Ja, dat is automatisch als je out of comfort gaat, dan ga je opnieuw, vaak op een ander niveau, challenges tegenkomen die je weer te overwinnen hebt. En dan is het heel belangrijk dat je zuiver bent met wat je werkelijk wil. Want als je bijvoorbeeld een valse wens hebt, hè, bijvoorbeeld van ik wil rijk worden, maar je bent er niet diep in gemotiveerd. En dan vind ik rijk worden vind ik altijd maar een heel soort... Hè, rijk worden is eigenlijk een gevolg van verbonden zijn met je kwaliteiten. Want dan ben je al rijk van jezelf, maar niet zozeer in geld uitgedrukt, maar gewoon in waarde uitgedrukt. En als jij rijk bent in jezelf en met jezelf, dan staat er altijd ook een economische waarde tegenover. Ja, en dan voel je je op dat moment ook gewoon succesvol en waardevol. Want dat heeft niet met de nummers op je bankrekening te maken. Het heeft alles te maken met, tuurlijk, die nummers van de bankrekening zijn aan het gevolg. Maar het heeft alles te maken met zelfwaarde. En bij ons, in onze mensheid, bij alle mensen, is er enorme beladenheid op geld. En we koppelen daar ook heel sterk onze zelfwaarde aan. En we voelen ons mislukt of we voelen ons succesvol. En allemaal een rato van bepaalde financiële parameters. En iedereen maakt zijn eigen parameters. Want zet 10 mensen op een rij, ze hebben allemaal een andere... Ja, ze hebben een andere waarde van wanneer ben je succesvol, wanneer ben je mislukt. Heeft natuurlijk alles te maken met die diepere kinderovertuigingen van... je gewaardeerd voelen of je niet gewaardeerd voelen of hoe je ouders dachten over financiën en zo verder. Dus eigenlijk alles kun je weer terug ontrafelen naar oude patronen die jou mogelijk saboteren in jouw versnellingen. Want als jij natuurlijk echt wilt gaan groeien en exploderen als het ware in jouw passie, dan is het belangrijk dat elke blokkade een stuk weggehaald wordt. En daar geven we jou een toolkit voor. Op ons Quantum Shift Event beginnen we daarmee en dan de trainingen die daarop volgen natuurlijk. Ik heb daar verder mee aan de slag. Dan ga je verder houden en bijtelen aan die diamant die jij bent. En het is ook zo, soms denken mensen van, ah ja, dan ga ik dat visualiseren en dan komt dat opeens in mijn leven. Maar het punt is dat jij niet groeit als je geen uitdagingen krijgt. En daar moet je voor gewapend zijn, als het ware. En hoe groter jij jezelf droomt, hoe groter ook jouw uitdagingen zullen zijn. En hoe meer jij uitgedaagd zal worden om werkelijk vanuit jouw kern daar te staan. En vanuit je essentie. En je niet te laten misleiden door alles wat in de buitenwereld gebeurt. En dan zie je die vis springen, hè, telkens naar een grotere kom. Maar daar zitten dan ook de sharks op dat moment. Dus die happen ook toe. En is best wel heel angstaanjagend op dat moment. Ja, dus wat heel belangrijk is, ik noem dat altijd... de verbinding met het hart, want in het hart zit naast een weten, zit er ook de moed. Hè? Courage, courage. Hè, dat is dat je de moed hebt om die sprong te nemen zoals je die vis dat ziet doen. En dat je de moed hebt en het vertrouwen dat als je springt, dat jij ook het vermogen hebt om daar te komen waar je naartoe springt. Hè, want als die vis op een of andere manier niet ergens in zichzelf zou weten dat hij door die staartslag... hè, voldoende ver zou kunnen springen om die kom te bereiken, dan zou die ergens tussen die twee kommen inbelanden. Hè, maar ergens is er een soort van natuurlijk innerlijk weten dat hij die sprong kan maken. En dat is voor een belangrijk deel ook wat wij in de begeleiding en met de methodieken ondersteunen. Dat is dat je dat innerlijke weten wat al lang in jou zit, dat zo zuiver in verbinding komt, dat je precies gaat voelen waar jij de moed hebt om te doen wat jij te doen hebt. En dat je daardoor ook groeit in wie je denkt te zijn, naar wie je werkelijk bent. Ja. En dan creëer je een bepaalde sterkte die van binnenuit komt. Soms heb je het gevoel dat de wereld rondom jou instort. Maar dat zijn de mooiste momenten. Want op dat moment word je werkelijk uitgedaagd van, geloof ik nu werkelijk in mezelf? Geloof ik dat ik iets hier te brengen heb? En geloof ik dat ik nu moet vooruitzetten? En dat is de momenten waarin dat je werkelijk kracht in jezelf opbouwt. Nu, hoe kun je deze momenten zo gemakkelijk mogelijk voor jezelf maken? Dat is door een bepaalde toolkit te hebben. En daar willen we je graag mee helpen. Want ik kan alleen maar uit ervaring spreken
ik best ook als stevig voor de bijl ben gegaan, omdat we nu toch over bijlen een andere wapentuig hebben. En op dat moment is het zo belangrijk dat je een toolkit hebt om eigenlijk je eigen ego-structuren te ontleden, door te hebben waar je jezelf vastzet, om dan heel snel weer recht te staan en dan weer verder in jouw kracht, verder jouw levensmissie aan te pakken. Wat natuurlijk het doel is van elke persoon, van elke mens. Ja, en als ik dat betrek, hè, van... het is niet bedoeld, hè. De mens is eigenlijk een soort van gemeenschapsorganisme. Dus het is ook niet de bedoeling dat je die reis alleen maakt. En ik lees ook in de comments, want het kan heel eenzaam zijn. Ja, en dat is op het moment dat je het allemaal zelf moet uitvogelen. Hè, en al snap je, hè, zou je al snappen waar het precies bij jou zit, dan is het vaak heel moeilijk om dan ook nog jezelf in staat te stellen om al die patronen te doorbreken. En dat is vaak ook de reden waarom het zo goed kan zijn om ofwel met mensen om je heen te zijn, hè, die met oprechte bedoelingen, hè, en een goed hart je daar tips en tricks in geven, of dat je je werkelijk ook via een traject of dergelijke laat begeleiden door iemand die werkelijk, zeg maar, steeds even iets verder kan kijken dan waar jij denkt dat het ophoudt. Ja, en... Ja, dus daar, we hebben het al in het begin van het webinar gezegd, daar creëren we een speciaal moment voor, half maart, 14 maart. En dat is voor, even kijken, voor mensen die specifiek meer vrije tijd wensen, willen dat alles veel gemakkelijker gaat in hun leven en meer kwaliteit willen in hun leven, meer die passie voelen natuurlijk. Ja, en dit klinkt, hè, als ik dit zo beluister, denk ik van, it sounds too good to be true. Maar je kan het ook daar weer heel eenvoudig terugbrengen naar, als een springpaard mag springen, dus als die verbonden is met datgene wat die ten diepste is en leuk vindt en goed kan, dan zal die met heel veel gemak zal die over 1,50 meter springen. En dat bij herhaling kunnen doen. Dus dat is het gemak waarover je spreekt. Als je datzelfde paard achter een ploeg zet en een akker laat ploegen, dan gaat hij na een halve akker gaat hij over molshoopjes springen en over slootjes springen. Want hij heeft geen uitdaging, hij voelt geen voldoening in datgene wat hij op dat moment verplicht wordt te doen. En dat is wat we bedoelen als jij dan een springpaard uit die situatie haalt, dat hij een akker aan het ploegen is, en je zet hem in een bak waar hij mag springen, dan zal hij vrolijk springend, herhaaldelijk springend en met veel plezier en gemak zal die dat springen tot een uitstekend resultaat brengen. En dat is eigenlijk waar we allemaal toe in staat zijn op het moment dat we de blokkades, datgene wat we denken dat we moeten doen, omdat we het anders niet voor elkaar krijgen, dat we die blokkades weghalen en dat we onszelf de ruimte geven om bepaalde dingen ook echt met gratie, genot en gemak, met plezier, met meer plezier, hè? Dat je op die manier jezelf eigenlijk steeds meer gunt om op een leuke manier dingen te doen, zowel in leven als in werk. Ja, en Bieke de Lansier zegt het heel mooi, inderdaad, als je weet waar het wringt, is een buddy welkom om regelmatig terug aan te wakkeren. Bieke is een levend voorbeeld daarvan. Ze is lid van de Quantum Shift Groep en zij heeft ook een hele grote reis gemaakt in meer toelaten van mensen. En Bieke, je hoort mijn vraag nu natuurlijk iets later, maar in elk geval, misschien kun je nog eens in de chat delen wat het jou heeft gebracht om die verbinding aan te gaan met mensen uit de groep. Dus, we hebben het over 14 maart. Hè? Yes. En misschien nog een vraagje aan jullie voor we verder gaan. En de vraag is? Nou, als je kijkt, hè, dat je dingen die je nu doet, als je kijkt naar hoeveel tijd je besteedt om iets voor elkaar te krijgen, hè, denk aan dat springpaard, wat die akker, hè, aan het ploegen is, en dat hem dat veel meer tijd kost dan dat Belgische paard, hè, dat grote, zware trekpaard. Wacht, er wordt hier een lichte anekdote. Ik ga een anekdote mee verbinden. Dus... vergelijk dat eens voor jezelf. Stel je eens in de situatie dat jij dingen aan het doen bent die buiten je kracht liggen, die buiten je natuurlijke talent liggen. En hoeveel geld je dat eigenlijk kost, en hoeveel tijd je dat kost, en hoeveel moeite je dat kost, en hoe weinig plezier je dat oplevert.
En hoeveel zou het je dan waard zijn om meer in verbinding te komen met wat je van nature goed kan, waar je van nature ook plezier aan beleeft, waar je ook de waardering voor krijgt op het moment dat jij vanuit jouw talent datgene doet, met meer gemak en minder moeite, hè, in plaats van hè, dat ploegen, letterlijk dat ploegen en dat harde werken. Ja. Hoeveel geld zou je dat waard zijn? Heel vaak rekenen mensen hun tijd niet. Ik heb daar nog wel een mooi voorbeeld van, maar dat zal ik even voor nu laten. Dat kun je op 14 maart met me bespreken. Mag je me aanhouden? Ja. Dus, het ging over 14 maart. Tararara. Dan zullen we er even heel snel doorheen vliegen. Dit waren stukjes van vorige keer. Als je heel erg benieuwd bent, dan moet je ons webinar van vorige keer zeker bekijken. Bekijk de replay. Ja. Maar zaterdag 14 maart hebben we een Quantum Shift in Leadership event om jouw toekomst met meer gemak te creëren. En belangrijk is, het wordt in het Engels. Het is Engels gesproken. Waarom? Omdat er verbonden is met een internationaal netwerk en dat deze ook internationaal meevolgen. Het leuke is dat je dan heel wat mensen uit het buitenland kan leren kennen. Zeker ook online. Het andere is dat je natuurlijk... je moet comfortabel voelen in het Engels, maar dat is bij de meesten wel zo. Of anders neem je iemand mee die voor jou vertaling kan doen. En wat gaan we daar allemaal, waar gaan we mee aan de slag? Dat is natuurlijk een stukje boosten van je intuïtieve kwaliteiten, van je netwerkvaardigheden, om meer in flow te komen. En je leert de Quantum Shift methode in zijn geheel kennen. Jezelf mindbugs te deleten, dingen die jou tegenhouden, saboteren. En vooral heel veel mensen te ontdekken die jou mee upliften en die misschien wel een belangrijke samenwerkingspartner in de toekomst zullen zijn. Dan merken we sowieso in onze Quantum Shift groepen dat er zoveel samenwerkingen... Dit is er één van trouwens. Ja, en ik zit er echt letterlijk nu aan te denken dat... Hij is eigenlijk levend testimonial, want het is doordat Paul in onze groep gestapt heeft dat ik... Dat wij beginnen praten zijn en er was zo'n match dat er een hele samenwerking uitgegroeid is. Dus dan zie je maar waar het toe kan leiden door je mee te verbinden. Ja, ja, en het bijzondere is dat ik ben al heel lang met psychologie bezig, met het snappen van hoe dingen gaan bij mensen en tussen mensen, in teams en organisaties en bij individuen. En ik ben ook al heel lang bezig met het kwantumgedachtegoed. En ik wist niet precies waarom, maar ik wist wel dat ik bij de groep moest aansluiten. En toen ik eenmaal een aantal bijeenkomsten bijgewoond had, begon ik ook te zien dat datgene wat ik doe, hè, dus wat ik net in het begin vertelde bij de introductie, dat ik met een aantal parels die ik verbonden heb, denk daarbij aan het systemisch werken met paarden, denk daarbij aan een bijzondere drijfveren en talentenmeting, hoe datgene wat ik doe ook bekrachtigend en versterkend kon werken op de samenwerking. En datgene wat de Heart Brain Academy deed, ook versterkend kon werken voor wat ik doe. Nou, en zo hebben we eigenlijk in een hele snelle tijd, echt vanuit flow, echt vanuit, het ontstond bijna sneller dan dat wij het konden bedenken. Ja. Is daar ook internationale opdrachten uitgekomen, is ons internationale netwerk in één keer ook heel enthousiast over juist die combinatie. En dat zien, wij spreken nu over het voorbeeld tussen ons. Maar in de groep zijn er al diverse samenwerkingsverbanden ontstaan van mensen die met vrije energie bezig zijn of met een energieloze brandstofmotor. Ja, het is geweldig inspirerend om te zien hoe je ook elkaar kunt versterken in datgene wat jij in de wereld wilt brengen. Ja. Yes, yes, yes. En wie zal er allemaal aanwezig zijn? Wij zijn er natuurlijk. Je hebt Vincent ook, die op top management niveau van grote multinationals strategisch de board levels begeleidt. En strategisch advies geeft. En ze ook heel wat leert over authentiek leadership. En daar is hij echt wel een heel mooi voorbeeld van. En het maakt niet uit of je dan een business hebt of gewoon een job of dat je het gewoon voor je leven gebruikt. Ja. Vincent is gewoon iemand die jou raakt. Omdat hij zo oprecht is en zo authentiek is. En tegelijkertijd ook op zo'n hoog niveau
aan het werk is. Het is een hele speciale match. Een hele speciale man, want dat vind ik nog eigenlijk het allerbelangrijkste om van hem te noemen. Hij is als 4-jarig jongetje uit Suriname, als Coroniaan, dus een heel klein deel in Suriname, is hij naar Nederland gekomen. En hij is echt het toonbeeld van een self-made man, waarbij hij continu heel erg gekeken heeft naar wat hem drijft, wat passend is en waar hij dienend in kan zijn. Waar hij echt ongelooflijk bescheiden is, maar een ontzettend fijn mens is om mee te verbinden. En waar hij nu ook enorm zijn passie heeft om datgene waar hij zijn talent heeft, om dat ook te verbinden met andere mensen. Zodat andere mensen ook mee kunnen genieten, mee kunnen krijgen, doorgeven noemt hij dat, van datgene wat hem gegeven is aan mensen om hem heen. Ja, en Miranda is er ook bij. Miranda heeft een passie voor reizen en zij is degene die ook de business retreats naar Bali en Sardinië, Italië, omkadert. Dus daar zal ze zeker een stukje toelichting rond geven. Winston, die helpt jou om wat jij werkelijk in je hebt, om dat via public speaking de wereld in te zetten op een hele authentieke en wat hij noemt ook quantum shift manier. En Henk, ja, dat is de animator van de dag. En daar kun je ontzettend mee lachen. En die zorgt voor een hele verfrissende out-of-the-box manier. Ja, om, Henk is creatief, heeft grote merken zoals Unilever, Volvo begeleid in campagnes. En Henk is degene die daar waar wij in de fundamenten kunnen werken en met versnellingen, Winston je verhaal in essentie naar buiten kan brengen. Vincent dan in staat is om te kijken hoe doe je strategisch impactvolle dingen om je verhaal ook werkelijk met impact de wereld in te zetten. En dan is Henk degene die de doelgroepanalyse en voor wie is dat verhaal dan ook werkelijk van belang, omdat het voor die mensen een betekenis heeft wat je doet. Ja. Nou, en daarmee heb je ook daarin een enorm complete reis van hoe je begint bij jezelf, bij het ontdekken van waar je ware zelf zit, naar hoe je uiteindelijk dan ook je boodschap de wereld inbrengt en daar echt van betekenis bent in wat je bent en wat je doet. Ja, we vinden het ook gewoon ontzettend belangrijk dat het kwantumdenken eigenlijk op elk niveau van de organisatie incijpelt. Dus daarom vinden we het belangrijk dat zowel ondernemers, als dat er kruisbestuiving komt tot ondernemers, als mensen die in organisaties werken, onderwijs, als mensen die thuis aan de slag zijn, als mensen die rond opvoeding. Ja, we moeten gewoon allemaal samen die verandering creëren. En er is gewoon ontzettend veel werk aan de winkel. En daarom willen we jullie uitnodigen om samen met ons die verandering te maken, die shift te maken die zo nodig is. En wat kost het jou? Een livestream ticket. Dus als je online wil volgen, dan kost het €129. Als je hier ter plekke wil zijn, dan is het €249. En als je de VIP-sessie, dus avond business sessie, ook wil meevolgen, dan is het €349. En dit kost het je normaal gezien. Maar we hebben een speciale korting. Dat is als je nu bestelt voor maandag, dan kost de livestream ticket €79, €50 korting. €199 voor de dag. Yes, en €299 voor het VIP-ticket. Ja. En dus echt wel. Gebruik dan de code SHIFT bij het aanmelden en je krijgt €50 korting. Ja, en het is echt wel een koopje voor alle schatten die je die dag gaat meekrijgen en de mensen die je gaat ontmoeten, want het is een feest. Ja, en ik wil in ieder geval nog even aandacht hebben voor iemand die ik voorbij zag komen in de chat. Ineke. Ineke, wat ontzettend leuk dat jij ook deze livestream of deze webinar meevolgt. We hadden het laatst al via de mail gedaan. Ik hoop dat het ontzettend goed is met je. En voor de rest zie ik ontzettend veel namen. Ontzettend leuk dat jullie allemaal hier van de partij zijn vanavond voor deze webinar. Hopelijk zien we jullie 14 maart in grote getalen hier op het landgoed in Vreeland. En of bij het volgende webinar. Yes, oké, dan wensen we jullie nog een hele goede avond. Als er nog vragen zijn, drop die gerust in de chat. We kijken er nog even naar, dus nog antwoorden we ook in de chat. En wacht, ik ga nog even de slideshow. De presentatie. Yes, daar zijn we. Daar zijn we full swing.
Ja, en de volgende webinar, Brionie, wanneer is die? Binnen 2 weken. Ja, over 2 weken. Ja, dan gaan we, kan je ook Vincent leren kennen. Dus exact. Dat is wel spannend. En in elk geval, de link ga ik nog eventjes typen in de chat. educatetofuturenow.com/quantumshift. Daar, sorry, dat klopt niet. www.educatetofuturenow.com/shifts. Dat is voor de mensen die het webinar willen herbekijken. Dat is de juiste landingspagina. En als je er sneller wilt naartoe gaan, dan zal ik ook nog eventjes de link aanzetten. Hartstikke goed. Nou, we hopen dat jullie genoten hebben, dat jullie misschien je gedachten verruimd hebben, nog iets meenemen voor nakouwen. Dat kan vanavond gebeuren, dat kan vannacht in je dromen gebeuren, dat kan morgen, overmorgen of de komende weken gebeuren. In ieder geval hopen we dat het je gevoed heeft en we wensen je nu voor nu een goede shift in your leadership. Yes, all the best. Put your intention for tonight. Ja. Oké, okay, bye. Dag.